dacht niet, ik zit in een bananensplit of zo. Nee, dat, nou, ik heb nog wel even gedacht van waar gaat dit heen? Is het een goocheltruc? Wat is dit? Het is allemaal goed uitgepakt. Het is allemaal goed uitgepakt. Nee, goocheltruc, dat doe ik gewoon. Oep, zo. Hoe sta jij in het leven? Hou je graag vast aan wat je al kent? Of durf jij te kiezen voor het onbekende? Kun jij nou in 3 regels uitleggen wat dit nieuwe programma is? In dit nieuwe programma moeten mensen de keuze maken of ze voor avontuur durven te gaan. En dat betekent dit voor echt 100% avontuur. Dus ze hebben geen idee waar ze heen gaan. Ze hebben geen idee met wie. Ze weten ook niet wie het maakt en wat ze moeten doen. Het is echt een diepe stap in het onbekende. Wat een programma. Waar beginnen jullie aan? Ja, dat was wel... die vraag heb ik mij ook zeker vaak gesteld. Ja, ook tijdens het programma nog? Ja, zeker de eerste aflevering al. Wat je, ja, het was wel... Waar begin je aan? Ja. Ik had wel bedacht dat ik in ieder geval gewoon lief ga zijn voor de medekandidaten. Oh. Ten alle tijden. Oh? Ja, dat is toch wel, vind ik, belangrijker dan winnen, persoonlijk. Was dat ook een soort van tactiek om er langer in te blijven? Nee, dat niet. Ik dacht niet, ik zit in een bananensplit of zo. Of nee, dat... Nou, ik heb nog wel even gedacht van waar gaat dit heen? Is dit een goocheltruc? Wat is dit? Het is allemaal goed uitgepakt. Het is allemaal goed uitgepakt. Nee, goocheltruc, dat doe ik gewoon... Oep, zo. Wat is dit? Wat haal je, waar haal je dit nou weer vandaan? In de bossen van Slovenië nemen 2 teams het tegen elkaar op. Ze moeten als eerste hun koffer naar een mysterieuze opdrachtgever brengen. Een spannende reis vol onverwachte avonturen en pittige eliminaties. Nee. De teams staan steeds voor de keuze. Pakken ze de bekende weg of durven ze te kiezen voor... Dat is nog maar het begin. Het onbekende. Is er ook gehuild? Is het ook op een gegeven moment lastig geworden? Ja, tuurlijk. Oh, ja. Tuurlijk. Want ja, als je in het onbekende stort, dan kom je jezelf natuurlijk wel tegen. Want je hebt toch de neiging, dat zit waarschijnlijk in de mens, om toch je vast te houden aan bepaalde zekerheden. En plus, je leert jezelf gewoon erg kennen. Ik ben redelijk altijd een beetje zo in control. Ik heb schema's en dat soort dingen. Daarom koos ik ook hiervoor. Ik denk, oh, ik wil gewoon eens een keertje alles loslaten en die natuur in. En ik zie wel waar het schip heen vaart in plaats van waar het strandt. Hoe is jullie band dan nu na het programma? Hebben jullie nog steeds contact? Nee, we willen elkaar niet meer zien. En, Ik geloof je. Maar hoe is die band nu? Want zijn er nog irritaties daar? Want jullie vertellen steeds dat jullie zoveel liefde voor elkaar hebben. Maar het is natuurlijk uiteindelijk ook een spel voor 25.000 euro. Ja, nee, maar ik moet heel eerlijk zeggen, het was echt, ik heb wel eens andere dingen, dan krijg je altijd een beetje die bondjes. En, maar ik, tot op heden, ik heb het echt heel erg leuk gehad. Ik moet zeggen, dat was echt heel bijzonder.